Dag allemaal, lezen voor de lijst. Herman Heijermans, Op hoop van zegen, 1901. Ik zal het maar weer eens op de ouderwetse manier proberen door vragen te stellen en die zelf te beantwoorden. Het zijn mogelijk vragen die je krijgt bij een werkstuk of op een tentamen. Vraag 1. Barend is bang om naar zee te gaan. Waarom is die angst begrijpelijk en gerechtvaardigd? Nou, niet in de eerste plaats omdat hij weet dat hij verdrinken kan, want dat zou je natuurlijk zeggen, hij is bang om de zee op te gaan. Maar omdat zijn vader en twee van zijn broers bij het vissen al eens eerder in de tijd verdronken zijn en die is hier kwijtgeraakt. Als de reder Bos hem in zijn eigen huis komt vragen of hij op de hoop van zegen wil uitvaren, dan verraadt Clementine, die er ook bijna is, bijna dat de Op hoop van zegen een veredelde doodskist, een varende doodskist is. Ze zegt, wil u op de Op hoop van zegen tegen haar vader? En Bos wordt dan boos en stuurt haar weg. De kijker naar het toneelstuk begrijpt nu al, en de lezer natuurlijk ook, dat er wat mis is met die Op hoop van zegen. En dat zal dan later ook blijken. Dat is een duidelijke vooruitwijzing. En Barend wil ook niet gaan, omdat hij in het tweede bedrijf van de scheepstimmerman Simon gehoord heeft dat de riphouten, dus de, zeg maar de het middendeel van het schip, helemaal verrot zijn. En dat dat schip dus heel makkelijk kan zinken. Daarom is het dus helemaal niet zozeer de lafheid die hem door zijn moeder bijvoorbeeld wordt verweten en zijn zwakte. Het kniertje die dwingt hem eigenlijk naar zee te gaan op een gegeven moment. En je zou zeggen van, het is toch zijn moeder, die zal toch wel een beetje liefdevol voor hem zijn, maar daar is ze keihard in. Hij moet naar zee om geld te verdienen natuurlijk in die armoede waarin ze opgroeien. Vraag 2. Geert is de broer van Barend. Waarom heeft hij straf gekregen bij de marine? Nou, hij heeft een meerdere met een zwaar stuk hout voor zijn hoofd geslagen, omdat die zijn verloofde Jo, die bij Kniertje inwoont, uitgemaakt heeft voor hoer. En hij is zo kwaad geworden dat hij er opgeslagen heeft, maar het was zijn meerdere, dat heet insubordinatie als je dat doet. Kniertje keurt dit gedrag, ondanks de feiten, desondanks sterk af, want zij is van het gezag, zij is van het handhaven van de bestaande verhoudingen, zij is gelaten en gezagsgetrouw en komt zelf ook niet in opstand tegen haar levenslot. Maar Geert verlangt naar de zee en hij denkt, als ik maar op zee ben, als ik maar kan varen, dan zal ik wel snel weer de oude zijn. Vraag 3. Welke andere vooruitwijzingen naar de afloop bevat het eerste bedrijf verder nog, hè, behalve dat dan van genoemde van Clementine? Nou, er komt een schip binnen in het eerste bedrijf met een dode aan boord. Die is door een zeil, een soort mast geraakt en overleden. Zo gevaarlijk is het dus om met die schepen buitengaats te gaan. Er kan zomaar een ongeluk gebeuren met de bemanning en dan ben je dood. En dan ziet aan het eind Geert ook die moeder van diegene, de moeder of vrouw van degene die overleden is op dat schip, langskomen en wil haar aanroepen, waarom huil je? Maar hij wordt door zijn moeder teruggeroepen. 4. Waaruit blijkt dat Geert socialistische sympathieën heeft? Nou, ik denk dat, omdat hij veroordeeld is vanwege verboden blaadjes ook, die er bij hem gevonden zijn, een soort traktaten of krantjes, die hij heeft lectuur gelezen die hij niet mocht lezen. En dat is vast, dat zijn vast krantjes of traktaten geweest van de rooien, hè? Van degene die socialistisch waren en die dus revolutie in de samenleving predikten.
In het tweede bedrijf heeft hij een heftige woordenwisseling met Rede Bos. Dat is het tweede. En hij is bepaald heel heftig. En hij zingt eerst de Marseillaise. En dan wijst hij Bos erop dat de vissers het zware werk moeten doen. En dat het risico bij die vissers ligt. Die kunnen eraan ten onder gaan. En hij profiteert ervan. Bos wijst dan weer op de risico's die hij leidt. Die hij loopt, maar Geert is daar niet bepaald van onder de indruk. Hij maakt daar eigenlijk de indruk ook een spreekbuis te zijn van de socialistische idealen van Heijermans als auteur. 5. Hoe wordt Barend gedwongen om op het schip te verschijnen op de contractueel vastgestelde tijd? Nou, hij wil niet mee, want hij weet inmiddels dat het een varende doodskist is. Hij houdt zich thuis wanhopig vast aan de deurpost, maar Kniertje vindt het laf van hem en zijn moeder en vindt dat hij wel mee moet gaan en heeft hem de oorringen van zijn vader omgedaan of aangedaan en helpt de twee veldwachters die hem zijn komen halen om hem mee te nemen door Barends handen los te maken. Het is heel tragisch als Barend uiteindelijk verdrinkt. Dan moet zij leven met het idee, ik ben degene die hem losgemaakt heeft en daardoor is hij wel moeten gaan. Barend weet dat de op hoop van zegen verrot is, maar laat zich uiteindelijk toch meevoeren naar het schip. De schande voor de familie Vermeer is dan groot. Een Kniertje durft haar zoon niet weg te brengen. Of haar zoons niet weg te brengen en te groeten. Uit te zwaaien uit angst voor de schande die er in het dorp over hen gesproken zal worden. En dat je wel aangemonsterd bent op het schip, maar uiteindelijk niet op tijd bent verschenen. En dat is dus eigenlijk Barends noodlot, om het maar eens naturalistisch te zeggen, of fatalistisch. Zo verloopt zijn noodlot met een nogal harde moeder wat dat betreft. Dus die Kniertje, daar moet je je niet in vergissen. Dat heeft Heijermans heel genuanceerd laten zien. Die is iemand die niet in opstand komt tegen de sociaal-economische verhoudingen en tegenover het gezag. Die haar kinderen dwingt naar zee te gaan. Daar ook bepaald hard is. En tegelijkertijd is zij zelf op een enorme, tragische wijze het slachtoffer. Dus het is zeker een round character, maar ook wel wil Heijermans laten zien dat je hoe je vuile handen maakt. Hè. Dat wil je dan eigenlijk niet. En zelfs vuile handen met je eigen kinderen. In dit deel is de scheepstimmerman Simon stom dronken. Maar hij mompelt maar wat en hij zegt, jullie moeten de rib houten. Dat zijn die delen van het schip die verrot zijn, das vast. He, dus met andere woorden, dat moet je zeker doen. He. Dus de ribhouten vervangen. Maar dan moet je het hele schip zowat ombouwen en daar met kalefateren komt er niks van terecht. Dus die heeft daar ook alweer als een soort noodlotsbode eigenlijk willen zeggen toen hij dronken was van ga nou niet op dat schip, want het is verrot. Het gezelschap lacht hem echter uit en dat betekent dat hij op hoop van zegen hoogstwaarschijnlijk bij storm, dat de op hoop van zegen hoogstwaarschijnlijk bij storm zal zinken en dat gebeurt dan ook. Waarom vertraagt het derde bedrijf de handeling? Ja, dat is Heijermans wel een beetje verweten in dat derde bedrijf. Giert de wind om het huis, er is een enorme storm, dat is de storm natuurlijk die de op hoop van zegen uiteindelijk te pakken neemt. Er zijn vissersvrouwen in de kamer en Jo en de zieke Knier en Clementine is er en Kobus gaat met een hondenkar om een dokter bij Daan die stervende is. En dan vertelt Clementine in haar angst dat de hoop van zegen eigenlijk verrot is. Want dat heeft zij al eerder gehoord van haar eigen vader. Die eigen vader weet dus dat het schip in slechte staat is. Hij is de reder en heeft toch het schip de zee op laten gaan.
De vissersvrouwen vertellen elkaar treurige herinneringen. En dan gaat het heel traag allemaal, want dan zie je alleen maar die vissersvrouwen op het toneel. Die daar zitten te handwerken en met elkaar verhalen uitwisselen. En wel, wat wel heel sfeervol is gemaakt op het toneel. Ik heb het in het echt wel eens gezien, dat stuk wel eens opgevoerd gezien. Dat is die loeiende storm, hè, dat kunnen ze heel goed oproepen. Die vertellen elkaar dan treurige herinneringen over ongevallen aan boord, over het overboord slaan van matrozen, over nachtenlang ronddrijven op een deel van een boot, op een schip, op een omgeslagen schip, over het vergaan van schepen en het verdrinken van de bemanning. Kniertje doet ook een duit in het zakje hoe zij haar man en kinderen kwijtgeraakt is. Jo wordt wanhopig van al die verhalen en dan valt de beroemde zin: de vis wordt duur betaald. Dat is iets wat je gewoon uit je hoofd moet kennen. Dat kent iedere Nederlander met een beetje algemene ontwikkeling die begrijpt wat daar bedoeld wordt. Daar zal ik straks nog wel even op terugkomen. En dat vertraagt deze scène in het derde bedrijf, vertraagt de handeling enorm. Maar dat was eigenlijk in de tijd van Heijmans weer modern. Modern was om niet een held in het stuk te laten spelen, wiens wederwaardigheden je werden verteld. Maar ook was het wel modern om zeg maar een beetje een soort passiviteit in zo'n stuk te krijgen. Klinkt een beetje gek, maar zo'n stuk te maken waar het passieve een beetje een rol speelde. Het stuk lijkt hier dus qua handeling even stil te staan. Hoe wordt dan in het vierde bedrijf duidelijk dat de ophoop van zegen is vergaan? Nou, uit de gesprekken die Reder Bos en de boekhouder Kaps met elkaar hebben, kun je dat eigenlijk al wel opmaken. Hè? En dan komt er een telefonische bevestiging. Er is een luik gevonden met het nummer van de boot, de ophoop van zegen, de 47 erop. En evenals het lichaam van Barend, dat geïdentificeerd is, dat herkend wordt aan de zilveren scheepsoorbelletjes die van zijn moeder heeft gekregen. Een tragisch en sentimenteel detail en die hij van Kniertje dus gekregen heeft. Truus en Marietje zijn verslagen. Jo, die zwanger is van Geert, wat als een schande ervaren wordt, daar zullen we straks nog wel iets van zeggen, wordt woedend. Pijnlijk voor Bos is dat Simon de scheepstimmerman ook binnenkomt en hem eraan herinnert dat hij over de staat van het schip Reder Bos gewaarschuwd heeft en dat Clementine daarbij was en het ook wist. En Clementine die trekt zich dat aan, Bos is er wat harder in, die is wel even ondersteboven maar trekt toch wel gauw weer bij, maar Clementine ontkent maar voelt zich wel medeplichtig. En ze zegt dan, ik weet niet of ik ooit nog achting kan voelen voor mijn vader of voor mezelf. Ja, had ik maar, met andere woorden, ik had iets moeten doen, ik had het tegen moeten houden. Aan het slot schuifelt dan Kniertje uiteindelijk verdwaasd binnen. Zij is kapot van verdriet. En Bos belooft dan zijn best te zullen doen bij de commissie van het Fonds van Onderstand. Wij zouden zeggen een soort financiële bijstandspot, pot met geld die speciaal bedoeld is voor verdronken zeelieden en hun, met name dan voor de familie daarvan. En hij zegt, het zal heel moeilijk worden om iets los te krijgen, want jij hebt Jo in huis en Jo is zwanger voordat ze getrouwd is van Geert, en dat komt er dan ook nog eens bij, hè? Dat geweldige burgerlijke bourgeois vooroordeel, dat zo verschrikkelijk is als je veel van iemand houdt en je raakt zwanger voordat je getrouwd bent, alsof dat zo'n ramp is. En het is dus zeer onwaarschijnlijk dat Kniertje een uitkering zal krijgen. Het toppunt van de vernedering is dat ze te horen krijgt: je mag wel weer komen schoonmaken. En ze wordt afgepoeierd met een paar koude coteletten. Ik herhaal het nog een keer. Die Kniertje, die moet je eens even goed bekijken. Dat is aan de ene kant ook een hele harde vrouw. Ik heb al gezegd over dat vuile handen maken. Dat is wat
Heijermans in dit stuk eigenlijk probeert te laten zien. Hij probeert ook wel die zakelijkheid van die Bos te benadrukken. En die speelt natuurlijk niet zo'n goede rol. Maar je zou kunnen zeggen, ja, hij zit in een sociaal-economische structuur. Daar zal ik zoiets van zeggen, waardoor het eigenlijk van hem verwacht wordt. Al die mensen spelen de rollen die er van hen verwacht worden. En dat, er zit dus een systeem achter, een sociaal-economisch systeem, dat door Marx bijvoorbeeld heel uitvoerig is geanalyseerd aan het begin van de 19e eeuw. En waar het socialisme ook op gebaseerd is, op het onrecht dat in het systeem zit, dat moet eruit. Wat is de kern dan van dat onrecht? Nou, de kern van het onrecht wordt gevormd door verzekeringsfraude. Niet zeewaardige schepen, zoals Op hoop van zegen, worden toch uitgezonden, waarna de eigenaar de verzekeringssom, als hij vergaat, opstrijkt. En die heeft dan een heleboel geld te pakken. En dat er daarbij dan ook nog mensen verdrinken, nou ja, dat doet er eigenlijk niet toe. Dat is collateral damage, zouden de Amerikanen zeggen, hè? Als ze een raket afschieten en er komen een heleboel burgers bij om, jammer dan. De achtergeblevenen worden afgescheept met een fooi, heel vaak, als ze al iets krijgen uit dat steunfonds. En zijn voor de rest van hun leven aangewezen op liefdadigheid. Ja, zo zit het systeem in elkaar, wil Heijermans zeggen. Die wil dat laten zien. Dus die Bos is ook niet alleen maar een bruut. En in zijn poging om Kniertje nog een baantje te geven en haar koteletten mee te geven. Ja, dat wordt door ons als heel vernederend ervaren, maar hij probeert toch nog wel tot op zekere hoogte iets goeds te doen. Maar hij zit ook in dat systeem en hij doet mee als een goed zakenman. Hij behartigt zijn zaken zo goed mogelijk. Dus je hoeft geen medelijden met hem te hebben, maar je kunt wel zeggen, nou ja, hij zit gewoon in die economische structuur. Economisch en marxistisch gesproken zou je laten zeggen in de geschiedenis, kapitaal buit arbeid uit. Ja, dus je hebt geld, dat speelt een belangrijke rol, met geld maak je geld. En je moet, als je een goed zakenman bent, ervoor zorgen dat je voldoende geld verdient. En daar is arbeid voor nodig, die laat je door mensen verrichten. En die mensen moet je rechtvaardig belonen, en dat is niet het geval. Degene die arbeiden, hier in dit geval de vissers, lopen onnodig veel risico's, worden expres, min of meer vanwege het geld, blootgesteld aan geweldige risico's met die schepen. En de bezitters van geld, van kapitaal, vernietigen de arbeiders, de bezitslozen. En zo zit het economisch in elkaar. Heijermans was namelijk een socialist. En de sociaal-economische structuur bevat een heleboel onrecht. En Heijermans heeft het stuk geschreven om iets van die noodlotsgedachte te laten zien. Dat als het noodlots toeslaat en je zit in die economische, sociaal-economische structuur, dan ben je de pineut. Dan ga je daaraan ten onder. En dus zegt zijn stuk eigenlijk over de hoofden van de spelers van Kniertje en van Bos en van al die van Geert en van Barend heen, zegt hij tegen ons, het systeem is rot verrot. De samenleving dwingt Bos bijvoorbeeld het bezit dat hij heeft te verdedigen en te vergroten. En daardoor gaat hij onmenselijke risico's nemen. En daardoor vallen er doden. En worden die ondergeschikte, die arbeiders, vissers in dit geval, worden degenen die het gevaar lopen en eraan ten onder gaan. Dus het zijn bepaald geen zwart-wit figuren die Heijermans heeft willen neerzetten. Je moet je ook voorstellen dat de bourgeoisie, de goede burgerij, kwam kijken in de Schouwburg, hè, naar het stuk. Dus hij zal ze ook niet voor het hoofd hebben willen stoten door het al te scherp te maken, maar hij laat ook wel het menselijke zien van de vuile handen maken. Die Bossie wil dat misschien niet, maar die zit nu eenmaal in het systeem. Dat geldt voor Barend en Geert ook. Die zitten ook in het systeem van dat je naar een schip gedwongen kan worden op zee te gaan.
En omdat je nu eenmaal getekend hebt en dat de contracten zijn waaraan men moet houden, men zich moet houden. Ook Kniertje draait dus ongewild mee in dit systeem. Hè? Ze dwingt Barend eigenhandig zijn leven op het spel te zetten en is ontzet als Geert tegen het systeem rebelleert bij de marine. Hè? Ze legt zich neer bij die sociaal-economische structuur. Dat is een noodlotsberusting. Hè? Dat is een fatalistische berusting. Dus wat haar noodlottig wordt, ja, daarvan zegt ze, ja, zo gaan de dingen nu eenmaal. Ik moet het op verdriet op me nemen en maar verder gaan, terwijl ze dat eigenlijk niet kan. Zij ervaart de gegeven orde dus als niet veranderbaar. Maar zij is ook van een oudere generatie. En in Geert heeft Heijmans, denk ik, een socialistische generatie gezet. He, daar komt ook een kindje bij Jo. En er zit iets in van hoop. In de zin van, we kunnen het veranderen. Andere visvrouwen in het stuk zijn ook zo. Ze weten niet beter of het hoort zo allemaal. Tegen ellende en noodlot kan de mens niets ondernemen. Nou, daar heb je een naturalistisch trekje, hè? Dus naturalistisch toneel. Je kunt wel denken dat je iets tegen de omstandigheden kan doen en tegen de ellende en het noodlot, maar wat op het toneel onvermijdelijk is, kan in de werkelijkheid wel veranderd worden, zegt Heijmans. Daar moeten we ons best voor doen om dat in de werkelijkheid te veranderen. Die werkelijkheid kun je veranderen, wat op het toneel zo is niet. Dat is nu eenmaal zo. En daarvoor heb je het socialisme nodig om de maatschappelijke structuren omver te werpen, de gelijkheid tussen man en vrouw te bevorderen, de lonen te verhogen, de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ervoor te zorgen dat die rare verzekeringen van die schepen die niet zeewaardig zijn, om dat te verbieden. En dat wordt in 1909 dan ook aangenomen, een wet, de zogenaamde Schepenwet. Die is in 1909 aangenomen en de bedoeling daarvan was om die excessen met die schepen die niet zeewaardig zijn, maar toch de zee opgestuurd werden, tegen te gaan. Dat wordt verboden. Welke opvatting had Heijmans dan eigenlijk van het toneel? Nou, hij zegt eigenlijk, toneel is alleen verantwoord, en daar heb je wat aan, als er een directe relatie is met de sociale werkelijkheid. Dus alleen geëngageerde kunst, zo noemen we dat. Engagement is betrokkenheid bij de werkelijkheid. Dus je kunst reageert op wat er in de werkelijkheid aan de hand is en probeert idealistisch voor meer rechtvaardigheid, voor minder noodlot, voor minder ellende te zorgen. En dat is de rol van de kunst. En dat is eigenlijk, die maatschappijkritische boodschap is eigenlijk niet naturalistisch. De naturalisten wilden alleen maar laten zien, objectief laten zien, dat het er was, dat het bestaat, dat het zo is. En die houden niet van het prekerige, boodschapperige, dat er toch een beetje in zit in Op Hoop van Zegen. Op Hoop van Zegen is wel een naturalistisch toneelstuk vanwege de omgevingsfactoren. Het milieu dus dat geschetst wordt, het milieu van die vissers. En hoe die klem zitten wat betreft hun inkomen en hun positie in het hele economische spel dat ik je heb uitgelegd. Het sterke realisme. Je merkt wel dat er voor het eerst dialect op het toneel gesproken wordt. En dat er de taal van de gewone man gesproken wordt. En dat was in het toneel eigenlijk nieuw. Vanwege de rol van het noodlot. Barend gaat zijn noodlot tegemoet en er valt niks aan te doen. Dat is fatalistisch. Dat is de spits van het naturalisme, zeg maar. Daar komt het naturalisme eigenlijk op uit. Op dat fatale, dat noodlottige, waar Couperus ook zo dol op was. De sociale tendens die erin zit, dat is allemaal naturalistisch. Maar wat niet naturalistisch is, is die maatschappijkritische boodschap. En daar hielden de naturalisten niet van. Laatste vraag. Wat kun je nog zeggen over, dat had ik beloofd, over
de vis wordt duur betaald. Nou, dat is een staande uitdrukking geworden. Je hoort hem nu nog wel eens. De vis wordt duur betaald, dat betekent het kost heel wat om iets gedaan te krijgen. En de offer dat je moet brengen is groot. Als je, soms wordt het wel eens een beetje ironisch gezegd, als je een tegenslag hebt en je moet daarvoor flink in de buidel tasten of op een andere manier ontzettend je best doen om dat weer recht te breien, dan zeggen mensen wel eens de vis wordt duur betaald. Maar hier was het, de vis wordt betaald met mensenlevens, door reders die drijvende doodskisten in de zee opsturen, om bij een scheepsramp vervolgens de verzekeringsgelden te kunnen innen. En nou ja, dat is een gevleugelde uitdrukking geworden. De vis wordt duur betaald. Nou, het is fantastisch om dat stuk in werkelijkheid te zien. Je moet toneelstukken eigenlijk, ik heb het heel vaak gezegd en ik zeg het maar weer, je moet ze niet lezen, je moet ze eigenlijk zien. Je moet ze in werkelijkheid zien hoe moeilijk zo'n rol als die Kniertje is, bijvoorbeeld. Die rol van Kniertje, waarin ze zowel de meedogenloze moeder moet spelen als de verdrietige, liefdevolle, berustende, door het noodlot geslagen moeder. Dat moet ze echt alle twee eigenlijk kunnen. En ja, dat is dus eigenlijk een topprestatie als je daar een goed Kniertje neer kan zetten in. Mevrouw Rijk de Boer, geloof ik, heet ze. Die heeft dat in het verleden met veel verven gedaan. Die heeft zo'n 1200 keer, geloof ik, op hoop van zegen gespeeld. En er is ook een postzegel uitgebracht, ik dacht in 1974 of zoiets, met daarop een afbeelding van Kniertje. Het is echt een klassiek stuk geworden. Het is een enorm succes geworden, ook internationaal, dit stuk. Het is een wereldberoemd stuk eigenlijk, Op hoop van zegen. En het heeft ook heel veel in beweging gezet. Maar hij was niet de eerste die dit hele schepenprobleem en de verzekeringsproblemen aan de orde stelde. Dat komt aan Scandinavische acteurs toe, die eer. Maar hij heeft wel zich 2 jaar lang verdiept in die visserswereld door in een vissersdorpje te gaan wonen, Heijermans, en alle verhalen te beluisteren en de situatie te bestuderen, zodat hij met veel vrucht dit prachtige toneelstuk heeft gemaakt. Nou, dat onderscheid tussen wat er precies naturalistisch aan is en niet, dat is dus even belangrijk. Het leunt zeker tegen het naturalisme aan, maar echt puur naturalistisch is het niet. Het is een moderne manier van toneel. En nogmaals, je moet het, als je ooit de kans krijgt, en het wordt nog opgevoerd, het wordt er volgens mij nauwelijks meer gespeeld. Als je ooit de kans krijgt om het te zien, ga er dan zeker naar kijken. Fijn dat jullie weer afgestemd hebben op mijn kanaal. Ik blijf maar abonnees krijgen, gelukkig. Ongeveer 1 per dag. En dat is dus best wel veel. Zo'n 25 in de maand vind ik best aardig. En een groot succes. En ik hoop dat jullie zo slim zijn om je te abonneren op mijn kanaal. En heb je er wat aan, dan zeg je ja, daarmee kan ik nou echt mijn tentamen in. Like dan even mijn video's. Dankjewel.